De premier weet echt wel wat client-side scanning is. Nee. En nee? Dat heb ik echt zo gauw niet. Geen idee. Krijg ik het antwoord nu. Oh, okay. Privacyrechten, de verordening online child sexual abuse materials. Bedoel je dat? Bedoelt u dat? Ja, het gaat om de CESAM-verordening. Sorry, van uiteraard weet ik dat. Kijk. De heer Van Hagen, groep Van Hagen. Ja, voorzitter, misschien heb ik het gemist hoor, maar ik had nog een paar vragen gesteld die volgens mij niet beantwoord zijn. Eén ging over het meerjarig financieel kader. Heb ik beantwoord? Die is beantwoord? Ja. Oké, nou, dat heb ik even gemist. Maakt en dan over client-side scanning. Die heb ik niet gehad, die vraag. Maar dan, als u, is die ambtelijk opgepakt? Dan moet ik hem nog even... Kunt u misschien nog één keer de vraag herhalen? Ja, of u... Ja, ik had een heel mooi betoog over client-side scanning. Over die CESAM-verordening van Ylva Johansson, waarbij de tekst... Ik heb helemaal niks... al mijn antwoorden voorgelezen, als dat ja, niet tussen. Ja, nou, dat is... Tweede termijn? Nou, liever niet. Nee, alsjeblieft niet. Laten we hier een eind aan breien. Ik kan hem nu niet beantwoorden, want ik heb dat antwoord niet. Dus het zal wel de tweede termijn Ja, maar de premier weet echt wel wat client-side scanning is. Nee. En... Nee? Nee? Heb ik echt zo gauw niet. Geen idee. Krijg je het antwoord nu? Oh, okay. Wacht even, ik ga eens kijken. Privacyrechten, de verordening online child sexual abuse materials. Bedoel je dat? Bedoelt u dat? Ja, het gaat om de CESAM-verordening. Sorry, van uiteraard weet ik dat. Kijk. Nee, sorry, trouwens een belangrijk onderwerp. Het kabinet is geen voorstander. Sorry, dat is wel een serieus onderwerp. Dat gaat namelijk, het gaat wel eens heel serieus. Ik ken de afkorting niet, sorry, daar ging niet mis. Het kabinet is geen voorstander van de huidige vorm van het commissievoorstel. Mede vanwege de zorgen die er zijn over de inbreuk op privacyrechten. Indien de zorgen zoals beschreven in de geannoteerde agenda van de JBZ-raad, die op 9 oktober met de Kamer is gedeeld, niet worden geadresseerd, kan Nederland niet instemmen met het voorstel. In die geannoteerde agenda wordt ook de reactie gegeven dat moties zijn aangenomen met het onderwerp. Overigens, die raadsonderhandelingen, dat weet denk ik de heer Van Hagen, zijn gaande. Het is ook niet duidelijk of de benodigde gekwalificeerde meerderheid wordt behaald. Het staat overigens niet op deze Europese Raad. Dit is echt een zaak voor de JBZ-raad. De heer Van Hagen. Hey, voorzitter, dat is bekend. Maar het probleem is nou dat minister Jesselgus daarvan heeft gezegd... We gaan het een beetje aanpassen. We gaan geen onbekend materiaal en geen grooming daarin meenemen. Maar bekend materiaal, dat wilden ze wel. En nu heeft deze Kamer al 3 keer uitgesproken dat we dat niet willen, dat client-side scanning, waarbij gewoon je social media dus wordt gescand voordat je, terwijl je het aan het typen bent, voordat het verzonden wordt. Dus dat is een grove inbreuk op onze grondrechten en onze privacy. Dus om te voorkomen, en dat was de vraag die ik had gesteld, kan de premier bevestigen dat hij erop zal toezien dat de wil van de Kamer prevaleert in dit specifieke onderwerp, boven dat wat de VVD wil bij monden van mevrouw Jesselgus? De minister-president. Voorzitter, net zoals bij de vraag van de heer Eerpans, ik heb echt voorbereid op deze Europese Raad. Dit staat echt niet op die agenda, dus ik ga daar nu niet freestylen. Dat gaat niet. Helaas, meneer Van Hagen. Moet echt even bij de JBZ-raad. Nou, neem het dan mee voor de volgende keer. Want dit is echt een belangrijk onderwerp en het is niet met een grapje af te doen. Ik denk, nee, het grapje was over de afkorting die ik niet kende. En toen ik de afkorting zag wat er onder die afkorting zat, dat herkende ik. Ja. En dat is een zeer serieus onderwerp. Alleen ik kan dat nu niet met gezag beantwoorden zonder voorbereid te zijn. Nee, maar dan nogmaals, neem het even mee, want het is een belangrijk onderwerp. En ik zou er graag de volgende keer dan wel antwoorden Maar niet van krijgen. Mij, dat is echt bij de vakminister, voorzitter, echt. Dan wil ik de minister-president bedanken voor zijn eerste termijn. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. Er zijn veel vragen beantwoord. Dan wil ik aan de leden vragen een beetje selectief te zijn, want het is echt een uitgebreid eerste termijn geweest. En de heer Schuurtsma.